Vijand heeft zich verschanst aan de andere kant van de muur. Hij heeft zich een weg gebaand door het slagveld. Hij hakte armen en kapte benen en hield hoofden. Hij ving het bloed op. Hij gaf het zijn kinderen te drinken. En nu is hij vlakbij. Kan elk moment zijn kop boven de muur uitsteken, zijn handen op de rand van de muur planten en zijn benen eroverheen gooien en aan deze kant van de muur belanden. En dan rennen wij weg en dan waarschuwen wij de instanties met een bel. En tot die tijd houden wij de wacht. Hoe ziet de vijand er eigenlijk uit? Ik heb een vermoeden momentaal. Met leren flappen. En een scherp zwaard. Met bloed. Maar wat als hij zich vermomt? Hij vermomt zich niet. Maar wat als hij dat wel doet? Wat dan? Het is een hypothese. Ik geloof niet in het nut van de hypothese. De hypothese is in de wereld geworden door twijfelaars, nietsnutten en door filosofen. Maar wat als er iemand deze kant brandt en wij niet weten of het de vijand is. Al wat over de muur komt is de vijand. Alle anderen die komen via de deur.